Jager krijgt de kleren. Ik vind het heel belangrijk dat die 140 miljoen kilo kleding die wij ieder jaar nog in onze kliko gooien, die bij het afval terechtkomt, dat we die gaan recyclen. Eigenlijk al een aantal jaar is de ChristenUnie, en zeker in de persoon van Carla Dick, een groot voorstander van het recyclen van kleding. Zoveel mogelijk inzamelen. Ja, en dat is koor op de molen van onze bedrijf eigenlijk, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kleding uit het restafval weggaat en dat het goed terechtkomt. Nou ja, in Nederland leven een heleboel mensen in armoede en het is toch wel goed van belang dat de mensen toch ook wat kleding aangeboden krijgen, dat ze er toch ook weer een beetje normaal bij lopen. Als we die 140 miljoen kilo kleding uit de kliko willen, dan zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen. De gemeente moet aan de slag, de Rijksoverheid moet aan de slag en burgers moeten aan de slag. Ik denk dat recycling, hergebruik, dat belangrijk is. En dat betekent dat u en ik ons gedrag moeten gaan veranderen om te zorgen dat we nog verder gaan in recyclen en in hergebruik. En een van de meeste uitspringende punten is dat je bijvoorbeeld ook versleten kleding of beddengoed kunt inleveren. Heel veel mensen denken van nou, dat is versleten, het is niet meer draagbaar, dus laat ik het maar niet doneren. Maar ook versleten textiel kun je heel goed recyclen en weer nieuwe kleding van maken. Ik koop inderdaad tweedehands kleding. Ik woon in de stad Groningen. Daar hebben we een aantal tweedehands kledingzaken. En inderdaad lever ik mijn kleding daarin, maar ik koop daar ook kleding. I'm moving on, singing and dancing while I play my song, yeah.